Dames en heren, welkom op het Willem Thomassen Sportcomplex. Daar wordt de aftrap genomen. En Milan Auvenhakker, de pupil van de week uit de onder de 10-5, gaat daar op weg naar de goal. Hij kiest de rechterkant van het veld. Hij gaat helemaal via de zijkant op het natte kunstgras richting de goal van Vinken. Mitchell Vinken, daar schiet die Auvenhakker. Oh, mooie goal. Prima op zijn vreef genomen via de rechterkant. En een heerlijk doelpunt. Dank je van de scheidsrechter voor hem. En dan mag hij op de bank gaan plaatsnemen om de wedstrijd te aanschouwen. Vandaag is het erg vochtig en het blijft ook de hele wedstrijd regenen. En het is hopen voor ons en de mensen langs de kant en de spelers uiteraard het veld dat het weer niet al te hard losgaat. Vandaag zal Hoog aan de Veen beginnen in een wat andere formatie. En we zullen kijken of dat goed gaat komen. We zien dat de bal rolt over het veld wat erg nat is omdat het kunstgras nog helemaal nieuw is. Maar Hoog aan de Veen heeft de aftrap genomen en is gelijk in balbezit. En er wordt direct gevlagd voorbij het spel waar de scheidsrechter ook voor fluit. Balletje aan de zijkant bij Convalius. Daar komt de bal ook voor. Op de borst van AGB wordt ingebracht. Nu wordt het even gevaarlijk in de 16. En een schuiver. Rob van der Grootveen pakt de eerste mogelijkheid van AGB goed. Minuten, 10 minuten op en neer. En wordt de buitenkant gezocht van het voetbalveld met Mark. Mooi goed verlengd op Freddy die met snelheid vooruit gaat. Het is glad en speler Ben Amouw glijdt er ook uit waar Robbie Tolboom de mogelijkheid krijgt. Vanuit de rechterkant kan hij wat forceren. Steekballetje naar Lasse Duister. En daar was Danny de Graaf helemaal vrij. Waar het even leek op een grote kans voor Danny de Graaf wordt hij afgefloten en is de vrije bal voor Hoog aan de Veen. Daar komt de vrije trap, Brian Schimmel. Tweede paal ingebracht. Oh, wat een mogelijkheid. Oh, wat een mogelijkheid voor Ruud Vos die mee was gekomen van achterin. Raakt hem eigenlijk bijna perfect op zijn hoofd, maar hij schampt de paal. En dat was de eerste grote kans voor Hoog aan de Veen. Maar daar gaat Brian Schimmel. En dat betekent dat hij uiteindelijk de bal bij de oplettende Roy Thomassen komt. Randje 16 meter. Balletje terug op Mark Geitenbeek. Zal de buitenkant zoeken weer met Robbie Tolboom. Die geregeld vrij staat daar. Goed ingespeeld. Danny de Graaf kan de bal voor. Die komt ook voor. Via een hoofd. En dan komt hij op de 11 meter. En op de paal. Op de paal. Wat zonde voor Hoog aan de Veen. De harde cornerbal van AGB. Wordt ingebracht op de 5 meter en ook geraakt, maar niet richting de goal gekopt. Dan toch nog afwerken, teruggelegd op de 16 meter. Iedereen loopt eruit, het schot en Rob van de Grooteveen. Uitstekend gekiept daar. Haalt die bal uit de hoek, die mogelijk richting de paal onderhoek zou gegaan zijn. Aslo Duister, prima, in één keer door op Robbie Tolboom, maar de bal is moeilijk. Hij draait en gaat niet over de lijn, goed gezien. Ook door de assistent scheidsrechter die niet vlacht. En daar mooi 1-2'tje. Oh, geweldig. Wat een actie. Oh, de goal. Dit is een geweldig voetbal van Hoog aan de Veen. En de gesponsorde bal op Dorps TV gaat zomaar het netje in. Wat een geweldig moment. En goed handelen van Laszlo Duister. Steekt hem zo de 16 meter in. En Danny de Graaf moet je geen tweede kans geven, want hij maakt hem direct af. Complimenten voor het doelpunt. En terecht ook. Hoog aan de Veen op 1-0. AGB probeert nu wat meer controle in de opbouw te krijgen. Maar Hoog aan de Veen staat zeer goed georganiseerd. En pakt AGB op zo rond de middenlijn. En dan zijn ze er scherp op. Maar er is ook wel veel positiewisseling. En dat is belangrijk om dat goed in de gaten te houden. Nu gaat AGB wel door balletje van... Imak wordt de hoek ingespeeld. Bal wordt voorgegeven. Prima verdedigd door Ruud Vos. Ja, Robbie Tolboom. Prima. Mee verdedigd daar. Altijd scherp. Nu AGB daar. Wesley de 16 meter in. En daar is de vingertoppen van Rob van der Grootveen. Die zijn belangrijk. Om de bal eruit te houden. Prima gekiept. Toch een lastig rolletje. Nu AGB
Opnieuw druk op de goal van Hoogandeveen. Dit is gevaarlijk. Bouwmeester de 16 meter in. Legt hem terug. Rob van der Grooteveen pakt hem geweldig. Op zijn voeten. Net zoals Mike Brands het een paar weken geleden deed. En daarna wordt hij nog eens overgeschoten. Goeie redding van Rob van der Grooteveen. Daar Hoogandeveen en de bal veroverd. Weer een momentje nu met Danny de Graaf langs de verdediger. Goede actie. Krijgt een tikje op zijn achterkant. Goed gezien door de scheidsrechter. En dat is het onderbreken van een veelbelovende aanval. Een gele kaart. En een opstapeling van overtredingen, zegt de scheidsrechter Vergenderen. Eerste gele kaart voor AGB. Nu AGB probeert wat meer op te bouwen. En daar is het moment van Hoogandeveen om druk te zetten. Aangespoord door Freddy Botteblom. Prima de bal veroverd. Wat een goed moment dit om druk te zetten. Daar is het snel spelen van Hoogandeveen. Tikketakkie. En die laatste bal komt uiteindelijk ook nog Brian Schimmel. Als dit toch richting een grote mogelijkheid gaat komen. Brian Schimmel uit zijn actie. En een overtreding en een penalty voor Hoogandeveen. Ja, opnieuw een penalty voor Hoogandeveen. En Roy Thomas staat gelijk achter de bal. Maakt hem af. Hij schiet hem erin en het is 2-0. Heerlijk. En verdient ook de eerste helft, want ze hebben er hard voor gestreden. En AGB was misschien wel wat meer in balbezit. Maar de kans en het snelle spel van Hoogandeveen verdient dat ze op voorsprong komen. Zeer scherp, verdedigend. Complimenten. Het staat 2-0 voor Hoogandeveen. Op van de Grooteveen, terwijl scheidsrechter Van Gender op zijn klok kijkt. En daar afluidt voor de eerste helft. Het is 2-0 voor Hoogandeveen.